Jongens, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag even een praatvideo. Dus uh, like allemaal even, sub allemaal even en dan gaan we maar door. <middels> Jongens, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag zitten we met een reden in deze auto. Namelijk, uh, ga ik jullie een aantal updates vertellen. Dit is gewoon echt een praatvideo. En ik denk dat het wel een keer nodig is. Het zal natuurlijk minder views pakken. Maken we voor nu even niet uit. Maar ik hoop dat jullie met deze video wel weer een beetje op de hoogte zijn van de video's die eraan zullen komen. Um, en natuurlijk, want wij stoppen niet. ST stopt niet en dat zal niet gebeuren totdat de server echt gewoon nul man uh, een week lang online heeft. Dan stoppen we. Maar dat zal denk ik niet gebeuren. Kijk, 10 man. <coughs> moet je natuurlijk gewoon de server doorhouden en dat doen we ook. En uh, de server liep, zo net -za liep vorige week toen ik 5 dagen ziek was. Oké, okay, dit stukje lag mijn facecam even. Ja, ja, ja dat, 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 dat kan een keer. Um, daarna is de video wel weer goed. Dus spoel alles even, spoel even 30 seconden door. En dan heb je weer een leuke video. Ik hoop dat jullie de hele video uitkijken. Want dat kan ik namelijk even checken in de comments. En um, ja, geniet lekker 17 minuten lang ongeveer lekker van de nieuwe updates die er zijn. Zes zelfs bijna. Um, ongeveer ja, zes dagen was ik ziek. En dan zie je gewoon dat de server letterlijk. Uh, echt een spelersbase van weet ik veel had. Gewoon echt heel slecht. Kunnen we het wel noemen. Um, er zijn een aantal updates zijn er gaande geweest. En uh, die ga ik ondertussen uh, vertellen aan jullie. Dus dat komt uh, helemaal goed. Oké, okay, misschien had mijn facecam een beetje lag. Of misschien de gameplay een beetje. Ik heb nu even de instelling veranderd. En nu is het goed. Ik ga ondertussen Discord er even bij pakken. Want daar is alles in gezet. En alle updates die door worden gevoerd. Al ideeën. Want je kunt ideeën ook voor de server achterlaten. Die uitgewerkt zijn. Zie je ook in Discord. Nou, laat ik het er even bij pakken. Er zijn uh, in die zondag tijd. In die, ja, die zondag, die dag, tijd. Zijn er 9 updates in het tal geweest. Waarschijnlijk nog wel een beetje kleine updates. Zijn er ook nog erbij geweest. Maar die moet je zelf maar een beetje gaan ontdekken. Laten we ondertussen even gaan rijden. En ondertussen vertel ik een beetje updates. Ik denk dat dat wel een beetje uh, leuk is. Um, en natuurlijk ga ik ook. Uh, ...kijken wie de video heeft uitgekeken. Maar dat gaan we, komen we zo wel even op terug. Uh, update 1. Dat dat uptown is helemaal afgebouwd. En dan gaan we ondertussen even met ons autootje gaan we heen. Ik hoop niet dat we al te veel lag hebben. <coughs> Want ik ga nu vanaf nu mijn video's proberen ik heb 60 fps te doen. Um, jullie zien ook dat de server redelijk veel lag heeft. Met 4 uh, tabs gisteren ook weer. We waren gisteren met 85 man online. Wat echt een fantastisch aantal was. Um, dus... Um, fit. Even eruit, AIB. <coughs> Fame, jazeker. Um, maar UpTown is helemaal afgebou af afgebouwd, afgebouwd. Um, en daarom ook super veel pl nieuwe plots erbij. Dus dan gaan we even naar kijken. Je kunt ook vanaf twee kanten kun je in UpTown. Vanaf nu. Ik ga op allebei beide kanten ga ik ook laten zien. We gaan nu even via hier gaan we even. Uh, we gaan, dus we gaan straks vanaf de, vanuit de andere kant gaan we eruit. Dus we gaan hier even omhoog. Hop, 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 hop. Als het een beetje lukt. Um, de kant van de level check kun je eruit. Maar dan kun je nu ook met het trapje eromhoog. Uh, om er up te, te komen. Dus alle bouwers ook, Dark of oftewel Sanne, dankjewel voor het bouwen allemaal. Maar ook alle bouwers die gewoon mee hebben geholpen. Dankjewel uh, voor alles, voor het bouwen, van alles. Dankjewel. Probeer wel een beetje zo goed mogelijk te bouwen uh, te, te rijden. Uh, we moeten natuurlijk dus wel even kijken hoeveel ons tank vol zit. En dan komen we straks bij. <coughs> Deze update is ook door de bouwers gedaan. Ja, en dan komen we straks bij bij de volgende update. Dus ondertussen gaan we gewoon een beetje readen. Nou, hier kom je bij het nieuwe gedeelte uit van Uptown. Uh, hier zie je sowieso al een nieuw stukje. Nou, hier kun je gewoon. We gaan hier wel even, out, 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 even uh, uitstappen. Laten we wel even een beetje langs de weg. Zodat de andere. Weggebruikers er goed langs kunnen. Ja, dat zal wel goed komen, denk ik. Wat we hier zien. Nou, we zien hier een... Uh, ja, we zien hier gewoon een, uh, een mooi... Ja, fontein... Fontein niet. Een mooi, ja... Water. Een, kanaaltje, een klein kanaaltje kunnen we het noemen. Nou, en hier weet je, kun je wat lopen. Misschien geheime dieltjes. Je ziet dan wat gaten. Die zie ik hier. Kloppen niet. Dus die moeten nog even wat aangepast. Nou, hier kun je kunt nog even schommelen met je vriendje. Of misschien heb je wel een date. Ga je lekker schommelen met je vriendinnetje. Uh, hier kun je eventueel daarna zitten of daarvoor even gezellig uh, een biertje drinken met je vriendje of zo, weet ik veel. Of een, uh, een keer, ja, weet ik veel. Gewoon een lekkere, lekkere ja, hoe heet zo'n ding? Zo'n, uh, ja, ik kom er even niet op. Slash S.C. mute even. <coughs> um, dus ja, dat komt helemaal goed. Nou, dan uh, kunnen we erachter weer met de auto komen volgens mij. Dus halen we halen onze auto weer op. Nou, dit stukje aan de rechterkant is dus gewoon een beetje voor de sier. Dus ik ben even bezig. Sorry. Dus dit is een beetje voor de sier. Een beetje qua leuk erbij, zeg maar. Uh, slash staff. Slash, uh, slash commands bij. Check even zo. Dus dan gaan we weer ons autootje pakken. Als dat lukt. Yes. En dan gaan we weer rijden. Het zal niet mooi zijn. Dat ons tank straks helemaal leeg is. Dus we gaan uh, gewoon uh, proberen door te rijden. Nou ja, dan zie je aan de rechterkant nog even dit. Dan zie je hier de gebouwen. daar komen we zo op. Als het goed is, kun je daar met de auto komen. moet ik zo even kijken. We heel veel nieuwe plots erbij. Op zich zou ik even kunnen kijken of deze al verkocht zijn. Slash plot info. Uh, nee, nog niet. Volgens mij zijn niet alle plots al verkocht. Dus uh, het gaat lekker al. Uh, volgens mij kunnen we zo wel hier overheen. Door over de stoep. Nou, en over de stoep kom je hier bij een gebouw aan. En dat noemen we tradecentrum. <coughs> en dit is het tradecentrum. Wat je hiermee kan, is hier komt uh, één staflid, denk ik. En hier komen twee of drie spelers te werken. Nou, wat kun je hier... Hier komt een poortje aan de ene kant. andere kant. En wat je dan doet is: jij kan met twee spelers. Dus stel ik en nog een andere speler kun je dan treden. Dus dan lever je er beide allebei, uh, alle items in. En dan. <coughs> heel simpel gaan de beide. Uh, kandidaten uh, krijgen dan hun spullen gereld, zeg maar. En er zit een tussenpersoon tussen. En die tussenpersoon is een vertrouwingspersoon in de server. Dus dat is eigenlijk uh, het traincentrum. Wordt nog mensen voor gezocht, maar je hoeft dat niet voor te solliciteren. Ik zoek zelf die mensen uit. Um, nou, dan gaan we even door. Dan gaan we even de vaart erop zetten op het autootje. Ik hoop dat je een beetje snel kan, jongeman. Ja, daar gaan we al. Let's go. Um, volgende update is dat aan het dan gaan we naar de Amsterdamse huisjes. Nou, eerst dan een update van de andere kant van Uptown. Want, we, ja, we gaan al hard. We mogen niet over het plotje heen. Want dat is natuurlijk een beetje onrealistisch als we over het plot heen gaan. Dus we gaan hier de bocht nemen. En nu hebben we hier de andere ingang van Uptown. En dat is gewoon, ja, een zeg maar. Heel, ik vind hem echt heel mooi gemaakt. Gewoon echt, ja. Het gaat wel een beetje krap worden, maar ik vind het echt een hele mooie andere ingang. Ja, hoe noem je dit? Een, 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 een rij naar boven. <tus> ja. Nou, dit is gewoon euh, mooi gemaakt. Nou, ik weet niet of we hier, wou... ja, we kunnen hier doorheen. Oeh, dit wordt wel heel krap. Um, hier zijn de Amsterdamse huisjes. We kunnen onze render wel ietsjes omhoog zetten. Daar zijn de Amsterdamse huisjes. Wankelbruggetje, ja, zeg dat wel. Die dat is ook zo'n derp, hè? En dan um, komen we hier uit bij een nieuw stukje. Hier zijn allemaal nieuwe plots verkrijgbaar. Hier zat eerst, wat zat hier eigenlijk? Gewoon helemaal niets. En hier zijn gewoon een aantal pots bijgekomen. Volgens mij is dat ook nog lang niet uitverkocht. Even kijken. Nee, dat is nog lang niet uitverkocht. En er is ook een nieuw burgemeester, meneer Flesje. Dus ja, weet je. Doe het gewoon. Kom uit bij een nieuwe update. En ik vind het wel zelf wel heel ziek. Je moet opletten hoeveel procent jouw auto is. Dus je doet Shift, hou je in. Dus even een tutorial hoe je het doet. Shift, hou je in. En je drukt link en muisknop. Druk je erop. Nou, dan krijg je voertuig tanken. En uh, dan ga je gewoon erop staan. En dan zie je dat mijn tank nog 54% vol was. En aan het begin van de aflevering was hij 80 ongeveer. Dus nou ja, Je kunt er wel een stukje meer rijden, maar we gaan hem gewoon helemaal vol laten. Uh, we gaan hem gewoon helemaal laten vol uh, maken. Dus dan gaan we hier even heen. En dan stappen we even uit. <coughs> <coughs> en dan zie je hier tankstone, klik op mij als u wilt tanken. Klik je erop, hier zie je pandas. Nou, die pandas kloppen niet. Het wordt nog veranderd in een jerrycan in de Texture Pack. Komt allemaal nog. Nou, dan kun je hier een aantal liters kopen. Je hebt in totaal 100%. 100% is 100 liter. Dus dan zou je in principe deze twee moeten kopen. Als je 0% hebt. Dus probeer niet je auto uh, <coughs> helemaal leeg te raken. Want dat kost je in totaal dan 10.000 euro. Voor een volle tank. Sorry. Uh, wij in principe hebben wij 40 liter nodig. Dan zitten wij rond een 90 denk ik. 99 ongeveer. We zitten nu op 94%. Nou, dan kopen we nog... Ho, oh, dan komen we nog één uh, 20 liter tankje. Even kijken, hoppatee. Ja, en dan zit hij weer 100% vol en dan kun je weer lekker vooruit. Hoe je het ook kunt, kunt kijken is je oppak even en dan zie je de benzine. Duizend, duizend is hij nu. Zo is deze update. De tankstation staat dus naast de Amsterdamse huisjes. Ehm, um, ja, dat dus. Gaan we door naar de volgende update. Uh, ja, dat zijn de botenplots. We hebben vanaf nu botenplots. En daar gaat iemand voor komen. Uh, ik heb er al iemand op het oog voor. Maar daar moeten we even voor over. Ja, we kunnen hier wel langs dit weggetje. Dan dus zie je al een gebouw aan het eind. Zo, deze video gaat lang worden. Maar ja, helaas, dan maar wel. Ja, ik moet het gewoon even vertellen aan jullie. Ik ben benieuwd wie je uh, helemaal tot het einde gaat kijken. Goed, dan zijn we hier aangekomen bij de botenverkoop. De B van botenplotverkoop. Als je een bootplot wilt kopen, dan moet je eerst een bootvergunning halen. Bij de G Tropica gemeente. Um, nou, volgens mij is dit nog geen eerste plot. Oh, jawel. <coughs> <coughs> nou, hier komt iemand voor voor deze bootplot. Komt, iemand, komt de CEO voor? Wordt geen stafbaan, gewoon een speler. Maar ik heb er al iemand voor. Dus, um, nou, hoe wil je het gaan doen? Ja, je moet helaas in het water even gaan zwemmen. Slash plotinfo. Oh, dit is wel. Nee. Uh, oh, hier begint het. Hier begint hij. En dan ga je slash plot info doen. En dan zit 320. 321. Nou, daar zie je een aantal plots. We gaan er even met Game of C uit. Anders moet ik via dat trapje helemaal daar. Moet ik, moet ik eruit gaan. Dus, uh, nou, hier kun je eventueel ook nog even lekker gaan zitten en even genieten. De eerste boot is er ook al gebouwd. De eerste jacht. Dan kunnen we met een speedbootje erheen. ja, dat zit aan deze kant. Heel goed. Dus als het goed is, zit hij jacht 1 of zo. Of jacht AJU of zo. Nou, dan gaan we het speedbootje heen. Hoppatee. De AJU. Nou, die kunnen we op zich wel even bekijken met, uh, met Fly. Hoppatee. Dit is de eerste jacht. Op zich, ik vind hem heel mooi. Hij zit uh, vlak tegenover Crete-eiland. En ja, dit is gewoon echt uh, een mooi jachtje. Ik ga hier niet te stil bij staan. Te lang bij stilstaan. Uh, nee, dan, dan uh, wordt de video wel heel lang. Uh, even kijken. Update, die hebben we gehad, botenverkoop hebben we gehad. Dan update 5. Een paar messages in de server zijn aangepast. Dus. Oh. We gaan we weer terug? Dat is niet de bedoeling. Een paar messages in de server. Oh shit. Uh, zoals. Uh, pf, weet ik veel. Uh, wanneer uh, een 112-melding binnenkomt. Dus wanneer jij slash 112 doet. Je wordt overvallen. Help, ik word overvallen. Test voor fit. Dan krijgt een politie deze melding binnen. Nou, een beetje wat overzichtelijker gemaakt. Speler, stad. De X, I en Z en het bericht. Nou, een beetje wat mooier gemaakt. Uh, alle messages zijn een beetje wat aangepast. Wat netter, een beetje. Dat was een update. Update 6 is dat de server MOT is aangepast. Dat klopt nu niet. Update 7 was het tanken. Nou, heb ik uitgelegd. En update 8, daar moeten we nog even voorheen rijden. En dan komen we aan bij het einde van de video. We gaan even hier over huiskamerdeur, Wil fame even pakken, zie ik. Onzuiver. Nee, grapje. Um, dan gaan we hier even doorheen? En dan gaan we even naar de inkoop. De inkoop is ook veranderd. En dat is. Ja, dat is update 8. En op update 9 is dat inkoop Tropica en Montrico zijn samengegaan. Dus alle spullen die in Montrico zijn. Qua inkoopspullen zijn naar Tropica gehaald. Nou, en dat is hier. De inkoop zit hier, rechts. <coughs> moeten we hier rechts afslaan en dan is het hier uh, parkeerplaats is die hier we zouden hem hier wel even kunnen parkeren hop het ei hop het ei hop het even hier parkeren en dan zie je hier ja met lettertjes inkoop um, nou hier zie je politie 1 en 2 melding bericht Jorno Foute melding dus temp ban en dan kun je een ban krijgen of als politie het ziet en er is geen online, kunnen ze een geo krijgen temp ban nou hier zie je dat hij al Nubi is ge succesvol gekeerd, staf. Reden 1 en 2 misbruik. Nou, vooruit. <coughs> maar weet je, doe het gewoon niet. Je kunt een band verwachten. Eerst een kick, krijg je een waarschuwing. Volgende keer is een band van volgens mij drie dagen eerst. Maar steeds zo, hoe vaker je het doet, ja, hoe, hoe langer je een band kunt verwachten. Um, nee, hier zie je al het etens, Ja, Hier zie je ook het aantal, hoeveel het kost. Hier zie je kleding. Er komt ook een nieuw kledingseizoen komt erin. Je ziet vitamines, golden apples, eh, energy, power drink, <coughs> et cetera, et cetera. Um, ja, oké, okay, nu is het wel goed. Um, wanneer komt de Patrick School? Uh, even kijken hoor. Dan, dus ja, dit was al een inkoopspul Giraf, papegaai, die wordt niet heel goed ingekocht dit. Dus ja... Start gewoon zo'n winkeltje. Nou, oftewel, ja... Uh, de inkoop Montero is gewoon een beetje aangepast. Ik vind hem wel heel mooi, heel mooi geworden. Ik vond hem... Ik, ja... Veel overzichtelijker is hij geworden. Deze inkoop. Dus dat waren eigenlijk al updates. Uh, idee uitgewerkt. Alle spelers kunnen tanken. Dat de terug is gegaan. Nou, weet je... Ik ga ook nog met Romeo, de andere owner... Ga ik een beetje overleggen van... We gaan een heel plan opstellen hoe we de server willen gaan verbeteren. Er zijn zoveel dingen die beter kan... En uh, bijvoorbeeld komt er automatische levelcheck. Komt er er uh, komen misschien dieren, er komt misschien computers die echt werken. Het is allemaal jongens, updates die wij soon willen gaan doen. En met jullie support dat jullie de server blijven steunen, en daarbij bedoel ik gewoon online zijn, de server uh, online proberen, uh, lekker actief proberen te houden. Dat is jullie taak eigenlijk. En dan uh, komt de taak aan ons om de server te verbeteren. Bijvoorbeeld, de economie moet veel beter. Uh, weet je, als ik nu kijk naar de money top, ja, dan zie je dat het gewoon. <coughs> dat is gewoon echt uh, briljant veel, volgens mij. Ik zal wel even snel kijken. En dan komen we aan het eind van de video. Drop even met een hashtag. Hashtag, hashtag. Zin in updates. Als je het hier hebt gekeken. Even kijken wie het meest geld heeft. Dat ja, duurt natuurlijk even, want dat, is, dat zijn 28.000 spelers. Database, ja, dat zijn veel. Dat zijn echt heel veel. Um, dus daar moeten we even wachten op deze message. Want ja, er zijn in totaal in de server 28.000 unieke spelers. En dat zijn echt, echt, echt heel veel. Dat is in een jaar tijdje. Ja. Ja, hier komt hij al. Nou, dan zie je dat uh, de top 10, de laagste, is al 5 miljoen. En dat is echt heel veel. Dus hier zie je zoveel miljoenen. En ja, dan kijk je bijvoorbeeld naar de spelen zoals weet ik veel gast 11.000 of zo, is het lang niet meer online geweest. En die heeft 9 miljoen. Um, als we gaan naar de bal top, slash bal top, dan zie, dan zie je dat er zoveel geld in game is. Die economie is gewoon slecht. Um, vroeger heb ik wel eens een keer wat ingespannen. Uh, het wordt allemaal ingespannen. Het gaat niet reëel. Gaan we allemaal verbeteren? We gaan plannen opstellen. Jongens, soon tof updates. Mag ik even een hashtag zin in updates in de chat als je er hebt gekeken? En dan zie ik bij de volgende video weer. Yours, goodbye.